Na vele goede ervaringen met SNP wandelreizen, kozen we in het najaar van 2012 voor een citytrip naar Istanbul. Onze dochters hadden ons deze aangeraden. Op de eerste dag beginnen we onze wandelingen in het schitterende park rond het Topkapi-paleis, met uiteraard een bezoek aan de harem van de sultan. Het is tijd om de oude wijk Sultanahmet te verkennen met zijn kleine straatjes, bedrijvigheid in alle soorten en natuurlijk een bazaar met van alles. Vergeleken met de taferelen op straat lag het restaurant in een verdiepte tuin met een serene rust. De Mufti heeft geroepen en we lopen verder naar een moskee met een schattige binnenplaats. Mensen uit alle lagen van de bevolking lopen hier naar binnen. Super elegant, super mince. Vanuit de aanlegplaats bij de Galatabrug vertrekken wij met een van de vele veerboten naar het Aziatische deel van de stad. Hier vinden we naast een kade met vissers een mooie plek voor een cappuccino. Die Belgische chocolade nemen we overal mee en de verpakking laten we als reclame achter. Het uitzicht op Europa is fantastisch en de scheepvaart op de Bosporus biedt volop vermaak.
Aan de Aziatische kant heeft de stad een rustiger residentieel karakter. Er zijn brede lanen met platanen en speelplaatsen. Het verkeer is een stuk gemoedelijker. We passeren een overdekte markt met hopen palamut, een soort vis uit de Zwarte Zee, die alleen in de herfst verkrijgbaar is. Hij smaakt een beetje als makreel. Met een van de overvloedige veerboten spoeden we ons terug naar Europa en gaan in de haven van Bezigstas weer aan land. Over het beroemde Taksimplein komen we in de plaatselijke Kalverstraat, hier Istiklal geheten. De tram die hier stapvoets doorheen rijdt, zorgt voor spektakel met kinderen in de hoofdrol. Niet ver van de Nederlandse ambassade vinden we een voorstelling van de draaiende dervische. Nu we er toch zijn, gaan we dat uiteraard zien. De draaiende dervischen zijn deel van de Soefi-religie sinds de 13e eeuw. Het is in feite een soort bewerende meditatie, waarbij de dansers hun blik niet op één plek focussen. Zo worden ze niet duizelig. We gaan op excursie naar het noordelijke deel van de Bosporus. Meer industrie, meer scheepvaart, maar ook vissersdorpen en vakantiehuizen staan op het programma. Thank you.
Een kleine kilometer voor de monding van de Zwarte Zee is een middagpauze in het vissersdorp Anadolu Kavari. Tijd voor de lunch voordat de moskee ons weer roept. De volgende ochtend beginnen we aan een tweedaagse excursie naar de Prinseneilanden, vroeger een verbanningsoord voor Byzantijnse prinsen. De overtocht is een belevenis op zich, met zowel toeristen uit alle windstreken als ook lokale bevolking aan boord. Onze eerste stop is Heibeladia. Op deze eilanden is geen autoverkeer, het vervoer gebeurt met paardenkoetsen. Wij besloten uiteraard te lopen, we zijn tenslotte op een wandelvakantie. Wat een rust vergeleken met Istanbul. Van de top van het eiland hebben we een mooi uitzicht op de zee van Marmara. Maar verder dan een paar katten valt er niet zoveel te beleven. Op naar het volgende eiland. We komen aan in Buyukada, het grootste eiland van het archipel. Hier zullen we overnachten en heerlijk uitslapen zonder de oproep van de mufti om 5 uur in de ochtend. Hier wordt aan de restauratie gewerkt. Een van de verbannelingen op dit eiland was Leon Trotsky in 1932. Zou hij een oog hebben gehad voor de schoonheid van deze plek? Op de tweede dag klimmen we weer op de top van het eiland, waar heel strategisch ook een terras gevestigd is.
In de namiddag varen we weer terug naar Istanbul. Er is spektakel aan boord. De Hagia Sophia komt in zicht en op onze laatste dag wordt het toch wel tijd om dit wonderwerk van christelijke beschaving te bezichtigen. De omvang van de koepel en de versieringen met mozaïeken uit de 4e eeuw zijn indrukwekkend. Het gebouw was in 2012 nog een museum, maar in 2020 werd het door president Erdogan in een moskee veranderd. Op de galerij vinden we runeninscripties van de Vikingen. In het museum vallen de grote panelen met Arabische tekens op. Hierop staan de namen van Allah, zijn profeet Mohammed en de eerste kalifen. En verder natuurlijk de bijzonder fraaie mozaïeken uit de middeleeuwen, hier een met Maria en dichtbij de Christus Pantocrator, de almachtige God uit de 13e eeuw. Het is tijd om te vertrekken naar deze bijzondere kennismaking met een bruisende metropool op het raakvlak van Europa en de Oriënt. Het was een mooie inkijk in de veelvoudige vormen van de menselijke samenleving.